In deze video wil ik het hebben over het oplossen van tweede graadsvergelijkingen die er ongeveer zo uitzien. Ik, als voorbeeld, ik heb x in het graad plus 6x is 0. En wat ik bedoel met deze vorm is dat ik eigenlijk een aantal x'en in het graad heb plus een aantal x'en. Dus in de algemene vorm zou je dat zo op zo zou. De vergelijking te schrijven moeten zijn. Daar gaat deze video over. Dus ik heb een aantal x in het graad, in dit geval 1, en ik heb een aantal x'en, in dit geval 6. En de uitkomst daarvan is 0. En een manier om naar te kijken is opnieuw door er een soort oppervlakte bij te tekenen. En die te onderdelen in tegels. Want ik heb hebben deze heb ik twee tegels nodig. Ik kan dit opdelen, altijd in twee tegels. Ik kan zeggen, ik heb één tegel, die is deze kant x, en dit is ook x, en dit stukje is 6. Dan krijg ik dat dit x in het graad is, en dat dit 6x is. Dus ik heb nu dit, Even uitgebeeld als een soort tegels. Ik heb dus 1 tegel van x bij x. x inderdaad, En ik heb een tegel van 6 bij x. En die heb ik aangepakt. Dus ik weet dat ik de tegel had van x bij x en een tegel van 6 bij x. En die kan ik zo mooi achter elkaar leggen. En als ik zo achter elkaar heb gelegd, dan kan ik ook zien dat ik de som anders zou kunnen opschrijven. Ik zou nu ook de som kunnen opschrijven als x. x Plus 6 is 0. Dus ik, dan vermenigvuldig ik deze zijde met die zijde. Want dat brengt mij ook de oppervlakte van dit hele vlak. Namelijk lengte keer breedte. En dan is het oplossen van de som is bij welke lengte en bij welke breedte mijn uitkomst 0 is. Nou. Dat is heel eenvoudig te denken dat als deze zijde gelijk is aan 0, dan hebben we nog alleen maar een lijn. Hoe lang die lijn is, dat maakt niet uit, maar hij heeft geen breed meer, dan is mijn oppervlakte 0. Dus ik kan zeggen als dit 0 is, dan valt dus x. Als x gelijk is aan 0, dan is mijn opvlakte 0. Of wanneer dit geheel deze zijde gelijk is aan 0. Want als deze als de vlak geen lengte is meer heeft, ja, dan mag hij wel breed hebben, ja. een lijn zit geen opvak. dus ik kan ook zeggen dat een andere kleur, dus als deze, als dat stukje nul is, ofwel x plus 6 is 0. En dat is dus voor mij een fijne manier om die som op te lossen. Wat ik hier te last vond om daar getallen in te kunnen bedenken om te oplossen, kan ik dat nu hier wel makkelijk, want ik kan nu zeggen de Breedte 0 klopt mijn antwoord. En wanneer de lengte 0 is, klopt mijn antwoord. Want in beide gevallen heb ik geen opvlakte meer, heb ik geen rechthoek meer. Dus de eerste antwoord, nou, die staat al klaar, x0. En deze andere, die kan ik vrij makkelijk oplossen. Te zeggen x is min 6. En dat is ook een idee. Als ik hier zeg min 6 invul plus 6, dan is deze lengte 0. En dat, is, dat maakt niet uit dat hier min 6 staat. De opvlakte is, is 0. Nou laten we dat. Meer te tekenen, laten we zeggen, wat, hoe dat er dan uitziet als we dat dan zouden doen. Stel eerst dat het deze 0 is, dan krijgen we een figuur met lengte 6 en hoogte 0, nou, want x is 0 en hier heb je 0 plus 6, dan dus krijg je lengte 6. Dat hoort bij die oplossing, als ik er meetkundig naar kijk. En bij deze kan ik ook, als ik dus dat min 6 maak, dan is mijn Hoogte, ja, die is dan even omlaag, dus hier staat omlaag min 6, maar mijn breedte hier, ja, die is 0, want min 6 plus 6 is 0. En dan krijg ik hier weer een lijn, en daarvan is de oppervlakte 0. Dus of ik probeer het zo naar elkaar toe te knijpen, dus door deze zijde naar 0 te brengen, of ik probeer vanuit die manier een zijde naar 0 te krijgen. Oftewel dit 0 te maken. En dan kan ik op die manier zeggen dat ze de van dit geheel 0. Oftewel dan klopt een som. Oftewel bij x is 0 of bij x plus 6 is 0. Nou laten we nog een andere voorbeeld proberen. En laten we pakken. x kwadraat plus 7x is 0. Opnieuw diagram. Ik heb twee tegels. En de ene tegel heeft een afmeting van x bij x. En de andere heeft een afmeting van 7 bij x. Dat is wat ik kan zien. En als ik x bij x heb, laat ik die hier zo intekenen. X bij x, x is het kwadraat En die 7 bij x. Nou, hier heb ik al een zijde x. Dus dan neem ik deze zijde 7. Dit is 7x. Nu kan ik hem oplossen. Ik krijg x. x plus 7 is 0. Oftewel x is 0. Of x plus 7 is 0. Nou, hier heb ik al het antwoord. Deze moet ik verder uitwerken. x is min 7. Laat ik dit stukje vissen en laat ik nog een keertje een voorbeeld nemen. Maar laat ik het ook iets spannender maken door ook getal voor die a te nemen. Want ik heb nu iedere keer 1 van gemaakt, maar dit had ook iets anders kunnen zijn. Dit had ook 2x in het kwadraat plus 8x is dus 0 kunnen zijn. En opnieuw kan ik hier... Uh, uh, Rechthoek bij bedenken met die tegels. En ik maak het me dan zelf graag makkelijk, doordat ik zie dat ik hier een x heb en daar een x heb, om dat als één zijde te maken. Dus ik ga eigenlijk nadenken dat dit stukje is 2x keer x. En dat stukje is 8 keer x. Dat is de manier hoe ik er dan graag naar kijk. Want dan heb ik altijd makkelijk gewoon 1x naar buiten gewerkt. En dan krijg ik eigenlijk de som x is 2x plus 8. Dat laat ik dan namelijk ook even tekenen. Wat heb ik namelijk gedaan? Ik heb gezegd: één zijde heeft de lengte x en ik heb hier één vlak waarbij deze lengte 2x is. En ik heb hier nog een tegel waarbij de lengte hier 8 is. Dan krijg ik 2x in het graad, dat is deze, en de 8x. Is deze. Dus door ik alleen 1x naar buiten heb gehaald, kan ik dus ik zo'n plaatje maken. Deze oplossen of deze zijde moet 0 zijn, oftewel x is 0 of deze zijde moet 0 zijn, oftewel 2x plus 8 is 0. Bij deze ben ik met klaar. Deze kan ik nog verder oplossen. 2x moet gelijk zijn aan min 8, hier de 8 af. Ook achteraf. Ik weet dus dat de lengte van 2 keer x is, maar ik wil de lengte van 1x weten in dit geval. En dat is dan d dat 2x is min 4. Um, excuses voor een hiccup. Uh, ik werd even aangevallen door een van mijn katten. Dat was even een knuffelgevecht. Maar goed, waar waren we? We waren gebleven bij de antwoorden op uh, deze som. Of x is 0. Of x is min 4. En um, er zijn mensen die zeggen: Ja, er is één manier om die tegels neer te leggen. Maar je had hem ook anders neer kunnen leggen. Dat klopt. Laat ik die even zien. We hadden ook voor kunnen zeggen, kiezen om te zeggen: we maken één zijde 2x lang. En dan zo. Een zijde x. En vervolgens. Maken we hier nog een stuk wat die 2x is, keer 4. Want als ik 4 keer 2x doe, kom ik op 8x. En dan is dit weer 2x. Kwadraat. En degene die dit gezien hebben, die hebben ook gelijk. Dit is een manier om het op te lossen. Alleen is het niet de standaard manier waarop ik het doe. En de reden waarom ik dit niet doe is omdat ik moet, dan moet gaan uitvogelen en moeilijk moet gaan delen om mooi aan die blokken te komen. Terwijl, als ik de vergelijking heb in deze vorm, weet ik altijd dat ik een tegen kan maken met een zijde x bij ander aantal x. En hier een x met een getal. Ik kan, hier kan ik altijd een x uithalen voor de ene zijde. En hier kan ik ook altijd een x halen voor diezelfde zijde. Dus als ik dat toch altijd kan, als ik weet dat dat altijd kan, vind ik het niet interessant om te kijken op hoe, welke andere manier je die tegels ook zou kunnen maken, dat ze dezelfde opvlakte hebben. Het klopt, deze kan ook. Maar ik vind het altijd fijn om, als ik deze som heb, een gewoon standaard zo te schrijven dat één zijde x is en dat die andere zijde is dan de afgeleid som Dit is die 2x die hier vandaan komt en dit is die 8 die daar vandaan komt. Allebei weer vermenigvuld met 1 keer x. In de volgende video ga ik de laatste vorm van ontbinding factoren laten zien. En dat is de.